In deze aflevering van Recepten van Topchefs heb ik te gast Jilt Casimir van restaurant De Vlindertuin uit... Zuid-Laren. Zuid-Laren bij Groningen. Ja. Ja. Jilt, voor het hoofdgerecht heb je gekozen voor lam. Ja, het is lam wat bij ons uit de buurt komt. Het is het Hoogveenlam. Ik heb gekozen voor het rugfilet. En het is in principe een kwestie van even peper en zouten. En dan doe ik het wel vast in de pan. Ja, ondertussen, Jilt, wat is er zo bijzonder aan het lam? Ja, het lam is een product wat bij ons uit de buurt komt. Mm-hmm. En dat is, het is een herder die in principe de ideologie heeft om het hoogveen weer net zo hoog te krijgen als dat het was. En vandaar dat hij de beestjes daar laat grazen. En ik kom best vaak bij hem en zijn vegetatie groeit ongeveer, in een goed jaar, ongeveer 1 mm. En het is 7 meter afgegraven, dus kun je nagaan hoeveel jaar daar nog lammeren moeten lopen. Ja, ja. Prachtig. Het lammetje is gebakken in de corni cabra. Mm-hmm. Dus vervolgens leg ik het op het plaatje neer. Ik heb erbij een klein kruidenkorstje gemaakt. En dat kruidenkorstje heb ik ook in de receptuur staan, maar dat is misschien wel leuk. Het is één vol bakje met de kleine kresjes met de knoflooksmaak. Ja, ja. Rock chives. De rock chives. Een half bakje tahoe doe ik daarbij in. Tahoe uit de Himalaya. Ja, die komt erbij. En gewoon een half bosje peterselie. Ja. Dat en die alles heb je eigenlijk fijn gedraaid. Daarbij doe ik dan een paar sneetjes brood erbij. Een klein beetje boter tot het een soepel deegje is. Omdat het ook gewoon een klein laagje op de lam komt. En vervolgens gaat de lam dan zo in de oven. Dit mag in de oven. En hoe lang, chef? Nou, dit kan met het korstje, omdat het een beetje afdekt voor de temperatuur. Ik denk een minuut of vier kun je dat wel in de oven zetten. Hoeveel graden? 160 graden. Vervolgens maak ik dan de puree even klaar. Het is een beetje droge kruim van aardappel. Daar doe ik de picado olijfolie door. Ja, je weet wat er zo bijzonder aan is, hè? Het is de vervanger van de mooie roomboter. Ja, botersmaak, dus heel goed bij puree. Daarbij doe ik een klein beetje eigeel, om het binding te geven in het geheel. Ongeveer twee kleine schipjes zijn. En een beetje zout en peper erbij voor de smaak. Mm-hmm. Kijk, het is een kwestie van even voelen. Ongeveer dat het als een deegballetje... Mag ik er ook eentje maken? Dan kan ik even in de leer bij een grote chef. Jazeker. Dat is echt wel leuk werk natuurlijk. Hè? Ja, om thuis na te doen met de kinderen. Met de kinderen is dit fantastisch mooi om te doen. Ja. Dus ik maak er een klein bolletje van en vervolgens draai ik het tot een... Dit vraagt voor mij natuurlijk wat oefening. Maar... En deze kan ik zo meteen nog even bakken en dan ga ik hem weer bij het plaatje opzetten dat straks uit de oven komt. Vervolgens heb ik de groene groentetjes alvast even gesneden. Ja. Wat voorbereid. Wat hebben we hier allemaal? Ik heb hier wat tuinboontjes, de mooie jonge tuinboontjes, de dopertjes. Ik heb hier een snijboontje, ik heb hier wat het steeltje van de paksoi, meiknolletje en wat haricot vert en die hebben we dus even geribt. Ja, die zijn eigenlijk allemaal gepocheerd. Geblancheerd. Geblancheerd, ja. Ja, allemaal kort, zodat ze allemaal nog wel bijt hebben. Ja. En vervolgens ga ik ze straks even een klein beetje warm maken. En dat gaat in de arbequina. Mm-hmm. Omdat het gewoon een mooie olie is om een garniture kort in te glaseren. Ja. Ik bak nog even het aardappelpureetje nog even aan. Zodat we die bij het plaatje op kunnen zetten. Zometeen. De olie staat klaar waar de groentetjes in kunnen. Meestal doe ik zelf altijd alle groentetjes erin, omdat ze al de gaarheid al hebben. En vervolgens laten we dit even kort verwarmen. Je mag wel even kort omschudden, gelijk vervolgens op een plaatje, zodat het alweer klaar ligt om te dresseren. Ik heb een saus vandaag erbij, dat heb ik thuis voorbereid. Dat is een Malaga jus. Wat in principe niks anders is dan de lamsmaak en Malaga. Wat in principe weer goed gaat bij het geheel. Je ziet dat de groentetjes mooi glans krijgen. Net door die arbequina natuurlijk. Ja, een klein beetje zout. Voor de rest doe ik helemaal niks bij mijn groentetjes niet. Vervolgens leg ik ze gewoon op één plateautje. Zo, Jilt. Pas op, het is heel heet. Maar het ziet er mooi uit. Ja, het korstje zit er mooi overheen. Groentetjes geglaseerd. Nou, de saus hebben we warm staan, dus we kunnen gewoon beginnen. Op een rond bord met een brede rand vind ik het altijd mooi om net buiten de rand te werken. Ja. En je hebt natuurlijk een heel handig pincetje daarvoor, hè? Ja, dat is
Ik heb daar van de dopherten die ik over had, heb ik nog een kleine crème gedraaid. Hetzelfde weer als gewoon bij de voorgaande crèmes. Mm-hmm. Alles gaan koken, doordraaien in de blender, even proeven met een beetje zout afmaken. Dus dat niet is meer dan dat. Niet meer dan de dat. Puurheid bewaar je wel even. Ja. Dan heb ik het aardappelpureetje wat ik hier bij plaats. Dan zetten we hier neer. Nou, wat boontjes. Dan zetten we daar nog op. Het valt me op, chef, dat jij zo heel graag heel fijn werkt, hè? Ja. Niet te veel, maar toch? Nee, het is meestal in één kleurstelling. Ja. Of het is heel veel of één kleurstelling. En ja. De Malaga saus is natuurlijk een tegenstelling in kleur, maar ook in hartigheid en zoetheid. Want Malaga komt onder de zon vandaan. Ja, is een soort drank, hè? Ja, het is een versterkte wijn. Dus, versterkte wijn, hè? Het lamsfiletje zetten we daar weer tussen. En vervolgens laat ik er wat sausdruppels tussen lopen. Omdat er al heel veel mooie smaken aanwezig zijn, hoef je niet overdreven veel saus te doen. Ik heb erbij nog een klein beetje, om de smaak helemaal compleet te maken, wat olijfkruim van de zwarte olijf. Ik heb er nog een kres bij, dat is de Avila kres, 100% dopertjes. Deze komt dus mooi in het gebakken pureetje wat we klaar hebben staan. Kijk eens aan. En klaar is uw bord. Helemaal afgewerkt en klaar om zo meegenomen te worden. Op te eten. Dus, ja, dankjewel chef. Fantastisch. En voor alle details wil ik zeker verwijzen naar de website. Daar kun je de receptuur zeker nog eens nalezen. En het uitproberen bij jou thuis. Dag.